Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Ik kreeg gisteren een berichtje van mensen in Suriname die nogal verontrust waren. En ja, het ging om dat geval van die jongen, hè, Rodney Cairo. Ik weet niet of dat bekend is bij jullie. En ja, dan vraag je af zo maar naar Rodney Cairo. Ja, Rodney Cairo, een Surinamer. Hij is donderdag 16 april, 3:00 in de ochtend, mishandeld in zijn woning. En ja, die mensen die hem mishandeld hebben, zijn blijken mensen van een staatsorganisatie te zijn, mensen. Hè? Met name de CIVD, de Isabi, de man dat die hebben hem mishandeld. En dat is een hele kwalijke zaak natuurlijk, dat kies om zijn ipsen in zijn naam. Want ja, je moet daar voorzichtig mee zijn natuurlijk, weet u. En ja, dan, het is vraag om moeilijkheden. Als je doet als staat dat je je bevolking als het ware terroriseert, want ja, dan zijn de rapen gaar natuurlijk. Begrijp je? We wisten wel van dat, hoe heet het, de man die zie het niet zo nauw nemen met bepaalde dingen. Maar dat het zover gaat dat je dingen, hoe heet het, staatsorganen inzet, weet je, om je eigen burgers te terroriseren. Kijk, en met name burgers die totaal onschuldig zijn en niks hebben gedaan en zo, weet u. Maar dat meisje, die jonge Rodney Cairo, is een kandidaatslid en dat maakt die zaak nog ingewikkeld, weet u. Even kijken, mensen, want ja, ik ga moeten dingen. Ja, oké, goed. Ik ga verder, mensen. Ik kan die apps blijven sturen, ik ga ze straks dingen. Maar laat me mijn verhaal vertellen. Ja, die jonge Rodney Cairo is een kandidaatlid van Stree, een politieke partij. Hij wil meedingen in verkiezingen. En ja, oké, dat maakt het extra weer, want ja, politici, die hebben weer extra beschermingsrechten, omdat ze de volk vertegenwoordigen, mensen. Dus ja, die Surinaamse mensen die dit hebben bedacht, die zijn vreselijk stom, niet vreselijk stom, maar vreselijk achterlijk stom, om zo'n stunt uit te halen. Maar die mevrouw Maisha Nuis, waar hij dan gekandideerd is bij Stree, die heeft een videobericht uitgegeven, waarop hij Surinamers roept om zo'n beetje mee te denken, om te kijken van, ja, wat kan je eigenlijk doen zodra je informatie hebt of wat en dat soort dingen, dat je dat meedeelt met hun. Dus ik wil u dat niet onthouden, mensen. Ik ga kijken. Laat me dat met u delen. Dan kan u zelf horen van wat er gebeurd is, want ze gaat het haar relaas naar buiten brengen. En dan zou ik zeggen, ga maar luisteren, ja. We gaan luisteren, mensen. Goedenavond. Ik ga het vandaag hebben over wat er zich recentelijk heeft afgespeeld. Ik ga jullie gewoon het hele verhaal vertellen. En dan kunnen jullie daarbij je eigen conclusies trekken ofwel vragen stellen en eventueel helpen als jullie informatie hebben of daar. Donderdagochtend om 3:00, omstreeks 3:00, is er een inval geweest in het huis van Rodney Cairo aan de Zeelpoelstraat. Voor zijn geluk is het alarm van de buurman afgegaan omdat die man aan de zijkant een tussenpersoon liep. En de buurman heeft verdacht gedrag gezien en een busje en mensen in dat busje. En die heeft toen de politie gedaan. ABC presenteert. Dat is echt het geluk geweest van het hele verhaal. De politie is
gearriveerd op locatie. Ze zagen, want ze hebben die melding dus binnengekregen. Ze zijn uitgerukt en ze zijn er naartoe gereden. En ze hebben gezien hoe die vier mannen, vier zwaar gewapende, gemaskerde, in zwart geklede mannen, Rodney Cairo vervoerden uit dat huis. Hij had een doek, t-shirt of iets over zijn hoofd. Hij was getaped en hij werd geshowt om in een busje afgevoerd te worden. Toen de mannen de politie aantroffen, hebben ze dat gezien, hebben ze hun wapens getrokken en zijn ze weer met hem naar binnen gegaan. Vervolgens is er versterking opgeroepen. Naar het schijnt is zowel RWD als AD ter plaatse geweest. Er was ontzettend veel politie. Dat zie je ook op de beelden. Want naast de woning is er een securitybedrijf waar er camera's hangen. En gelukkig hebben we dus beeldmateriaal van dit alles. Om ook inderdaad te kunnen bewijzen hoe het is gegaan. Maar hier wordt het een beetje moeilijk. Want zoals ik zei, de politie was ter plaatse. De mensen zijn, die mannen zijn weer in de woning gegaan met Cairo. Vervolgens zie je ook op de camerabeelden hoe een van de mannen naar buiten komt, zijn handen omhoog houdt, vervolgens plat gaat liggen en naar het schijnt zich daar identificeert. Wij hebben een fotocopie gehad van de identificatie van die mannen. Het is een in Suriname geboren man met Nederlandse nationaliteit. En we vinden het vreemd, want hij heeft zich aangegeven dus dat hij in opdracht werkt van DNV. Hoofd van A-team, de heer Williams, die was aanwezig en die heeft toen gebeld met de korpschef, de heer Prade. En ik moet luider praten, hè? Ik zal luider praten. Ja, die heeft vervolgens gebeld met de korpschef, de heer Prade. En die heeft dus verder gebeld met DNV, luitenant-kolonel Vera. En het schijnt dat er daadwerkelijk inderdaad in opdracht van DNV die heren daar waren. En dus dat de politie teruggevloten is. En dat zie je ook in beeldmateriaal. Want vervolgens, die persoon die platgelegd is, die heer, die ze hebben geïdentificeerd als de zijnde die Nederlander, we hebben zijn naam. Die gaat weer het huis in. En vervolgens zie je mensen weglopen. Ze hebben Rodney Cairo achtergelaten in die woning. En ze rijden gewoon weg. Ook de politie die vertrekt van de plaats delict. Rodney is ook nog eens gedrogeerd. Dus toen die bij zinnen kwam, die heeft toen ook de politie gebeld. Dus ze zijn niet gekomen tot 7:30 in de ochtend. De mensen die gearriveerd zijn, die gaven aan dat ze niet op de hoogte waren van wat er zich heeft afgespeeld daar. Ze hebben een aangifte opgenomen. Er is een procesverbaal opgemaakt, er is ook een verklaring. Die laat ik even hier zien. We kunnen lezen in ieder geval. Dus er is een verklaring, hij heeft aangifte gedaan. Het enige wat ze hebben gedaan is zijn twee mobiele telefoons hebben ze in beslag genomen. Die vier gemaskerde mannen een boek waarin al zijn wachtwoorden stonden en zijn militaire pas. Daarnaast hebben ze ook nog in zijn huis, zijn woning doorzocht. Maar frappant is dat ze niet in een kluis zijn gegaan en eigenlijk geen andere items hebben meegenomen. Dus het was duidelijk dat het geen roofoverval was, om het zo te zeggen. En dat, alhoewel het ze wel het zo wouden doen blijken. Wij vinden het vreemd dat er zoiets gebeurt, politie ter plaatse is en niet optreedt, niet de mannen arresteert en noem maar op. Dat is het hele vreemde van dit verhaal. En wij willen graag antwoorden, wij willen weten hoe het kan, hoe het zo heeft kunnen zijn, dat politie die de burgers moet beschermen op de locatie aanwezig is, teruggefloten wordt en vervolgens de Surinaamse burger aan zijn lot overlaat. Dat kan er bij mij niet in, dat moet er bij ons ook niet in kunnen en wij moeten dit niet accepteren. Dus wij hebben ons onderzoek gedaan, we hebben met de advocaat gesproken, we hebben raad gevraagd en ons is geadviseerd om Rodney voorlopig op een geheime locatie te houden. De mensen die hem kennen, maak geen contact op zijn
telefoons. En inderdaad natuurlijk ook alle internationale instanties aanschrijven en vragen of hij of ze hierin willen ondersteunen. Want wij als politieke organisatie, maar als ook als burgers, zijn niet alleen opgewassen hiertegen. Wij hebben hulp nodig. Wij gaan ook alle mediahuizen in Suriname aanschrijven met het bewijs wat wij hebben. We hebben een fotocopie van de man, zijn identiteit. We hebben kenteken van het busje waarin de personen zijn gearriveerd en waarin ze ook weer zijn vertrokken en waarin ze Rodney Cairo wouden meenemen. We hebben dus procesverbaal zoals opgemaakt bij de politie, wat is aangifte gedaan door de heer Cairo. We hebben beeldmateriaal van 2 uur lang waarbij je dit geval ziet van die 4 gemaskerde mannen en de politie die ook op locatie is en inderdaad die heer platlegt en vervolgens weer laat gaan. Dus we hebben flink wat huiswerk gedaan. Wij danken de agenten die ons hebben ondersteund hierin. We vinden het wel jammer dat er inmiddels nog geen arrestaties hebben plaatsgevonden omdat er zoveel informatie beschikbaar is. Dat er nu wel in ieder geval achterhaald zou moeten worden wie dat zijn geweest. En wij willen niet dat deze zaak in de doofpot verdwijnt. En wij hebben jullie hulp nodig als samenleving om ons te voorzien van informatie. En om inderdaad ook gewoon sociale druk uit te oefenen om via de pers antwoorden te vragen hierop. Want vandaag kan het Cairo zijn en morgen is het een ander. De mensen die Cairo volgen op Facebook hebben ook gezien dat hij de afgelopen tijd posts heeft gemaakt in de richting van de president, in de richting van minister Benschop, in de richting van mevrouw. Wij vermoeden dat zij hem wouden meenemen omdat hij hen heeft uitgedaagd en ook de nodige bewijzen tegen bepaalde individuen heeft. Want zoals velen van ons weten heeft hij 6 jaar gediend in het leger als commando en weet hij dus ontzettend veel. En daarom is het ook frappant dat alleen zijn telefoons en dat agendaboekje met die wachtwoorden zijn meegenomen. Omdat we vermoeden dat ze dus inderdaad die bewijslast die hij heeft tegen bepaalde individuen in Suriname wilde doen verdwijnen. Alleen Cairo is geen domme man, dus de bewijslasten die hij heeft, heeft hij al langer gestuurd, ook naar mij en 2 andere personen. Dus het is niet enkel alleen meer op zijn telefoon. En we weten dus ook waar ze naar op zoek waren. Dat is kort samengevat het verhaal. Concreet wat wij gaan doen nu is een schrijven richten aan de PG, ook met alle bewijslast en hen vragen om tot op het bod uit te zoeken wat hier heeft plaatsgevonden. Hoe het zo kan zijn dat de politie is teruggefloten in zo'n kwalijke zaak. Dat is 1. 2. We gaan alle mediahuizen aanschrijven na deze live. Met onze verklaring alle informatie. En ook hopen dat de journalistiek van Suriname de tijd en moeite neemt om inderdaad hierin te gaan graven en te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren. En ja, u de samenleving informeren over wat er allemaal is gebeurd en hoe dit heeft kunnen gebeuren. En dat we met z'n allen waakzaam moeten zijn. Want dit is niet oké. Wij zien dit als een uitlokking. En we gaan daar niet in mee. Het is heel belangrijk om de rust te bewaren. Maar het is ook nog belangrijker om elkaar te beschermen. En om op te staan en uit te spreken wanneer iets niet deugt. Dus wij moeten staan voor elkaar en we kunnen elkaar niet laten vallen. En wij weten dat het groot is dat als dit inderdaad een opdracht is geweest van hogere hand, dat ze alles zullen doen om de heer Rodney zijn naam door het slijk te halen en hem zwart te maken. Maar de mensen die Rodney kennen, die weten dat Rodney een goede jongen is. En wij zullen dit niet zonder slag of stoot accepteren. Ja, bij deze heb ik jullie geïnformeerd dan. Ik zal ook inderdaad voor jullie alle informatie online plaatsen. En Rodney geeft niet op. Hij is niet bang. Hij is oké. Hij is veilig. En wij moeten voor hem staan. Dus ja, power. Blijf voor jullie waakzaam. En help ons. Help ons als jullie informatie kunnen achterhalen over wie, wat, waar.
de namen en alle informatie komt online. Dus ook jullie kunnen jullie onderzoek doen. En als jullie inderdaad informatie hebben, stuur, voelt u zich vrij om het te sturen naar mijn persoon. Bronnen blijven altijd anoniem. Wij noemen geen namen. Maar we willen wel weten wat er is gebeurd en wie hierachter zit. Ja mensen, dat was een soort noodkreet uit Suriname. Dat land waar we zoveel van houden. Dat dit soort dingen daar gebeuren. Ik moet u eerlijk zeggen, toen ik het hoorde, zeg ik oké. Okay, ik vind dat Stamvast zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En dan hierop ingaan en daar een beetje doorgeven aan de Surinaamse gemeenschap. Isabi, takkie kijk, dit speelt er in onze gemeenschap. Waarbij je dan ziet dat er toppers bij betrokken zijn bij dit geval. En moet je luisteren, kijk, nou, niks hoeft, deze bron hoeft niet, dingen hoor, beschermd te worden. Hoe blijkt gevaarlijk, hè, en dat soort dingen, maar ja, waar gaat het over, mensen? Je praat over een Nederlandse man, een Surinaamse man, geboren in Suriname, met een Nederlandse nationaliteit. Ja, goed, dan mag jij je handen beginnen te wrijven, meisje, want ja, ik denk dat je niet op de hoogte bent, maar ja, Stamvastig gaat je wel helpen dan om je uit te leggen hoe het in elkaar zit, mensen. Weet u. Maar ik wil toch weten, wie is Rodney? Hoe heet die jongen? Rodney Cairo. En wat is, heeft ertoe geleid dat deze jongen dan zo behandeld is geworden door deze diensten? Weet u, dat is een hele kwalijke zaak natuurlijk. Deze jongen, Rodney Cairo, die had een interview afgegeven, mensen. Omdat, het is een oud militair. En hij was een beetje boos geworden. Ja. Over het, het reilen en zeilen van de militairen. Je sabi toch, mensen. Militairen spelen een belangrijke rol. Er zit een gek buiten om muziek te spelen. Maar ja, goed. Hey. Dus, het is een militair geweest. En ja, hij moest de goudvelden bewaken. En ja, dan is hij met de nodige gevaren. En dat is dan dat hij, weet u. Ik ga het zo met jullie doen. Dat je maar zelf gaat luisteren. Naar wat hij te vertellen heeft. Dus we gaan luisteren, mensen. Dit is Rodney Cairo. Manolop die of Cairo alleen? Nee, kijk. Het is namelijk zo dat mijn contract op 4 juli dit jaar is verlengd moest worden. Maar ik heb een rechtszaak aangespannen sinds 2016. Vier andere jongens, dus totaal 5 commando's, hebben een rechtszaak aangespannen tegen de provincie. En daartussen hebben ze dan een beëindiging van mijn arbeidsovereenkomst voor me gestuurd. Dus, wat is de reden daarvoor? De minister, hoe moet ik het zeggen, het komt op neer dat hij, het komt op neer, zoals ik het zo mag zeggen, dat ik vrijpostig ben. Om een rechtszaak aan te spannen tegenover de staat. Goed. Tijdens dat proces komt dan het feit dus dat men je contract niet verlengt. Jawel. Maar is dat ook meegenomen in eigenlijk de rechtszaak? Ja, het is meegenomen. Je spant de rechtszaak aan als militair. Ja. En gaandeweg dat proces, dus eigenlijk zou je nu in die rechtszaal geen militair kunnen zijn. Ja, klopt. Volgens u. Ja, goed, volgens dus je bent eigenlijk, als we dus, ik neem aan dat de rechter dat meeneemt, waarom mag jij wel zeggen dat die minister in het binnenlandse manschap dit, et cetera, en als die dat zegt, wordt die opgepakt, et cetera. Ik zit nog met die vraag. Dus ik denk, waarschijnlijk... En minister hoeft op een normaal iPhone kon tikken. Ja, begrijp. Hoe bizar, hè, mensen? Minister kon normaal op Sukuf op Noama Aif Kontiki en ja, juist in Mankotike Manga, weet u. Maar dit speelt al langer, hè, mensen, want het is 2016.
Ja? Maar goed, luister naar meneer Cairo. Ik stel die vraag. Waarschijnlijk wordt er rekening mee gehouden, omdat nu alle stukken bij de rechter zijn, alle bewijzen zijn bij de rechter. Dus ik denk dat er daar ergens waarschijnlijk een rekening daarmee wordt gehouden. Ja. Als je gestraft wordt, mijn heren, vanwege het feit dus dat je je misnoegen kenbaar. Ja, mensen, dus deze jongen heeft dan een rechtszaak aangespannen. Hoe heet het? Tegen minister van Defensie. En ja, hij heeft dan bepaalde bewijzen overleg. En ja, dat wordt dan een beetje moeilijk toch? Want ja, kijk, die meisje aan huis, die vertelde ook dat die mannen kwamen om ja, te kijken in hoeverre. Ze bewijsmateriaal konden vinden en onderscheppen. Je zou weten, want ja, er loopt een rechtszaak in Suriname en ja, dat belastend bewijs, dat wil men niet hebben natuurlijk, Isabi. Dus, het wordt moeilijk voor hun, Isabi. U weet toch mensen, omwille van de tijd, zondag ga ik altijd knippen. Ja, we gaan luisteren nog naar een stukje. Want hij gaat namen noemen mensen, van wie hem dan zo'n beetje onheus heeft bejegend. Dus ik zou zeggen, laten we gaan luisteren. Doe maar. Dus wij... Ik merk dat er nog respect is. Ja, 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 tuurlijk. Hij moet respect zijn. We zijn zo opgevoed. Wij die de rechtszaak hebben aangespannen, dus de 5 commando's die de rechtszaak hebben aangespannen, hebben alle wegen binnen het leger eerst bewandeld. Voordat wij naar de assembleevoorzitter zijn gestapt, naar de veiligheids- en adviseur van de president, naar mevrouw Vera van de DNV. Dus we hebben alle wegen eerst binnen het leger bewandeld voordat wij dan die stappen hebben ondernomen. Maar uiteindelijk zijn we bij de president beland. Ja, en nu is er wel een, ik heb dat verhaal eerder gehoord, er is een discussie. Nu klopt dat verhaal van die Cairo wel, want Cairo zou hebben verteld een stukje waar meneer Sloten zelf heeft geïnterveneerd. Ja, dus ik heb meneer Sloten nu zijn kant gehoord en meneer Sloten zegt dat ding klopt niet, want aan de Mibel, et cetera, et cetera. Die samenleving die luistert, ja, die wil natuurlijk zijn beeld vormen. Ja. En raakt eigenlijk verward wanneer zaken die zijn gepresenteerd blijken achteraf niet waar te zijn. Ja, wat daarvan klopt? Of komt u terug op dat verhaal of zegt u, no, I stick to my story? Het is zo dat er worden namen genoemd. Kijk, vaak wanneer namen worden genoemd en de waarheid moet daar buiten komen, dan probeert men zich terug te trekken qua woorden wat men heeft verteld. Meneer Sloten is degene die mij heeft gebeld. Ik had zijn nummer niet, ik kende meneer Sloten niet. Meneer Sloten heeft mij gebeld. En meneer Sloten heeft me aangegeven, heeft me gezegd dan, hij is de tussenpersoon die wij moeten contacten om naar de president te gaan. Hij is de tussenpersoon waar wij bij ons genoegen moeten uiten, zodat hij het verder kan vertellen aan de president. Dus toen de minister ons 30 dagen had gegeven om thuis te blijven, is diezelfde dag heeft meneer Sloten me gebeld. En ik heb hem voorgehouden dat de minister ons 30 dagen heeft gegeven. En hij zegt, maar dat is niet de afspraak, maar blijven jullie toch thuis? En dan hoor ik verder wat er gaande is. Dus we zijn thuis gebleven een maand, we kregen geen bijzonderheden vanuit het ministerie. En dan heb ik zeker een neef van de minister gebeld. En hij zegt me van, hou even aan, ik ga de minister vragen. En ik hoor de minister aan hem zeggen, het is nog niet geregeld, maar het komt goed, laten ze nog een maand thuis blijven. Dus ik bel meneer Sloten. Maar is die maand schriftelijk verlengd? Nee. Ja. Dat is gewoon bij woorden. Nou, maar in een gedisciplineerde organisatie zou dat voor jou eigenlijk niet mogen tellen. Je zou je moeten aanmelden na die maand, toch? Misschien kan ik iets hierover zeggen. Ja. Want ook om terug te komen op die initiële vraag. Kijk, in dit geval, wat is in principe de kern? De kern is van die vraag die u hebt gesteld. Worden de mensen gehoord? Ja, mensen, dus en zo bleef dat gesprek doorgaan, dat men alles heeft gepoogd om te doen voordat ze tot die stap zijn gekomen om naar de rechter toe te stappen.
weet u, om, ja, dat men niet over één nacht ijs is gegaan. Weet u, en dat, ja, ze zijn bij de president geweest. En je ziet toch, die naam van mevrouw Feira wordt ook genoemd. Kenneth Sloten, al dat soort rampfiguren. Is dat mee? Maar ja, goed, je stuit op het probleem dat, ja, door al deze toestanden, deze jongen, en kijk, die zaak loopt, ik weet niet of die zaak nu behandeld gaat worden bij de, hoe heet het, de rechtbank, en dat er een uitkomst zal komen nu, ja, dan wordt men zenuwachtig, ja, want als deze zaak ook weer samenvalt met de verkiezingen, en het komt naar buiten dat al die viezigheid die meneer Benschop heeft gedaan, die minister van Defensie, want ja, luisteren mensen aan het idee weer klagen over de goudvelden, dat is wat voor rol deze mensen daar spelen met hun concessies, dan is dat is, dus daar moet je die klachten maar aan. En ja, als de rechter nu op het punt staat om een uitspraak te doen, ja, alweer de, ja, weet u. Nog een klein stukje mensen voordat we hiermee kappen. Ik kon dus aan niet, we me komen niet, maar een eter, den boy zei doe aan Aroko, zaken van iets goudvelden, et cetera. Dat zijn gevoelige uitspraken. We zijn zeer gevoelig. En daarom dat ik de vraag stel van, is het wel raadzaam om dit soort dingen, ik weet niet van andere manieren, maar ik ben ook geen militair of militair geweest, maar je hoort de geluiden en een beetje nuchter denken, denk je van ja, maar de autoriteit als minister zo beschuldigen van dit soort dingen, dan moet je wel feiten hebben, meneer Kairo. Kijk, we zijn, of laat maar zeggen, die jongens zijn militairen, maar ze zijn ook mensen. En als mens heb je het recht om je mening te uiten. Kijk, het is niet iets dat een, het is niet iets dat dat wij vermoedelijk niet weten. Het is iets dat al een tijdje vermoedelijk gaande is binnen het systeem. Ik heb bepaalde collega's die aan mij en toen mijn voormalige commandant vermoedelijk 100 US moeten betalen voor de vlagdagen. En ik ben tegen corruptie. Ik ben het niet mee eens dat die collega's van mij die zo hard werken, dat daarvoor moeten betalen. En toen ik bij de president ben gegaan, heb ik de president voorgehouden wat er gaande is. En toen de president de minister heeft gebeld, heeft hij gezegd, ik stuur de jongens nu naar jou toe. Je moet het gaan herstellen wat je fout hebt gedaan. Want wat die jongens me hier vertellen, het is een, het is bijna niet, hoe moet ik het zeggen? Het kwam, hoe moet ik het zeggen? Als ik me wel goed mag kiezen. Zwaar, ja. Ja, dat is zwaar. Ja, toch? Dus toen wij dan naar de president zijn gegaan en de president heeft ons daarom gestuurd. En dan heeft hij gezegd, ja, maar jullie hoefden niet naar de assembleevoorzitter te gaan en naar de president, jullie kunnen bij ons komen. Maar toen hebben wij hem voorgehouden. Toen wij wilden. U zegt wij hem, dus, de minister? Dus ik heb het over ik en die andere. Nee, maar je zegt, toen hebben wij hem, wie is hem, de minister? Ja, dus toen wij de minister wilden vertellen wat er gaande is, wilde hij niet luisteren naar ons. Hij zegt dat hij niet gaat luisteren naar maatschappen, hij gaat handelen. Maar hij kan niet handelen zonder hoor en wederhoor. Ja, toch? En toen we hebben, toen we dat hebben voorgelegd, is hij gezegd van oké, het komt goed. Ja, maar wat ik even mis in dat verhaal is... Ja, mensen, kijk, nu heb je een beeld van wie die Rodney Kairo is, die dan in elkaar is geslagen en ontvoerd zou worden. En mensen, je moest onderschatten, Hassani, want je kent dat ding van omrousing toch, precies zo, Hassani. Weet je, dan, nu kom je er zo'n beetje achter. Taki, van de karing, wat er in Suriname gebeurt. Heeft hem aan bij ontvoerd, boy, die zien nog best niks. Want 3 uur in de ochtend. Ja, en dan, ja,
Je bent van een boy die don't did it on prezi. Wat zou je horen? Dat ja, hij is roof of noem maar op en dat soort dingen, weet je. Terwijl het juist de gewapende machten zijn. Gewapende machten die de Surinaamse burger dienen te beschermen. En niet de dingen als de Bouters, Ben Schop, Danielle Vera. Weet je, die, dat soort dingen is... die moeten juist voor jouw beveiliging zorgen. En ja, kijk wat er hier zo gebeurt. Het is een hele kwalijke zaak dit hoor, moet ik hier eerlijk zeggen. Maar wij bij Stamvassen nogmaals hebben die noodkreet gehoord. En ja, het enige wat wij kunnen zeggen is van... Kijk nou, dit meisje, die meisje aan neus... laat me het eerlijk zeggen, ik heb geen hoge pet op van haar, omdat, ja, Isabi, ambities heeft ook zijn grenzen, je moet niet over lijken gaan. Maar daarnaast ook omdat, ja, de politie haar heeft veroordeeld, Isabi, voor rijden onder invloed, hè, Isabi. Dus, maar dat laat ik terzijde, laten we focussen op dit jongen. Is een hele jonge vent, T-looking, weet u, een komende politicus, die zich dan... dit soort problemen bespreekbaar wil maken door middel van een politieke functie te gaan. Want dat man is doet alles bij mensen. Kijk, als militair heeft hij zijn beklag gedaan. Hij is naar al die instanties gegaan. Bouterse, Benschop, Danielle Vera, weet u. Ze heeft geen gehoor gevonden. En ja, min af tegen, ik heb je altijd gezegd, die man praatte in afgodapen, want ja, dat nou echt wel windje. Isabelle looking, maar die uiterlijk vertonen. Ja, als je teruggefloten wordt als politie en je moet met leden ogen aanzien, dat ja, er is een ander gewapende macht die een burger, een Surinaamse burger, dan zodanig toetakelt en mishandelt en doet en laat wat hij wil, ja, dan ben je als politie. Ik zou altijd ervoor kiezen om mijn pet af te doen en mijn uniform. Ja, alsjeblieft. Weet je, dit kan ik niet verantwoorden naar de Surinaamse burger toe. Dat je als politieagent moet toekijken, ja, hoe een Surinaamse burger bejegend wordt. Ja, en jij als politieagent die uitermate de instantie is... en in het leven is geroepen om de Surinaamse burger te beschermen, verstek laat gaan. Omdat ja, er zitten toppers erbij die dan in de goudbusiness zitten en hun goudhandel, hun inkomsten, hun bronnen en dat soort dingen niet vrijgegeven moeten worden. En ja, dan ga je dit krijgen. Dan die jongen die ze de rechtszaak heeft aangespannen, ja. Je bent dan een struikelblok en daar moeten we mee handelen. En ja, in Suriname ermee handelen, ja. Maar nogmaals mensen, kijk nou, wij kaarten problemen aan, maar laten we ook een keertje een oplossing bieden. Diaspora toch, we plek vaarlijk dat ja, Oesapsanina, de Wandati, Isabi. Nou, laten we dan een keertje ervoor zorgen dat wij... als een keertje, hoe heet het, met een oplossing komen. En die oplossing is makkelijk hoor. Alleen, je moet het zien. Je moet het zien. En je moet een beetje kennis hebben, laten we eerlijk wezen. En mensen, ik zie het. Kennis, ja, daar twijfel ik aan zelf of mijn abi. Maar ja, dat moet je maar zelf beoordelen. Maar als je nou zegt tegen mij van, ja, kijk nou. En ik heb het gezien, hè, want ze heeft dat ding gewoon gepost, hè. Die ID-kaart van die man. Die betrokken is geweest bij deze ontvoering van deze jongeman. Weet u, hij heeft inderdaad een Nederlands ID-kaart. Maar dat biedt kansen. Hé, hey, wacht eens even. Als het een Nederlander is die dit heeft uitgehaald in Suriname, dan zeg ik meisje, ga dat ding uitbuiten. Ga dat ding uitbuiten. Ja. Want het is een Nederlander, Nederlandse nationaliteit. En je weet hoe Suriname is toch. Ze gaan het altijd... Isasan heeft... Akkoop toch. Te langer heeft hij de mij bijring tak naar Nederland. Snap je? Pleegkoop. We zien. Zo zo ze naar mij long. Naar de sanangagong. Nooit hoe ze wang bakarang wa shatbroekoe, Isabi.
long in Senang en Soutous. Nooit. Maar ja, de mijn tak, Nederland heeft die coup gepleegd. Ja. Wat ga je hier zien? Kijk nou, deze jongen heeft de Nederlandse nationaliteit. Ik kan je op een papiertje garanderen dat ze gaan zeggen van ja, maar ja, ik trek mijn handen terug. Want ja, die jongens, is niet waar. We kennen hem niet. Hij is niet van de DNV. Veiligheidsdienst. Isabi zei bescherm, maar president, dan hadden we dat hij toch mensen, Isabi. Danielle Feyre gaat het ook ontkennen. Dat, ja, moet je luisteren, kijk, ik ken die jongen niet. Hij staat niet op onze loonlijst. En ja, zie je, we hebben toch niet gelogen. Is een Nederlander weer. Weet je. En dan kiest deze naam aan, die is mooi. Is op de geweldige bautisten, bautarissen. Is op de losers eigenlijk. Hè? Die zich lenen voor dit soort zaken. Voor gewrokken in zijn naam. Is op de man die een pakje van Gongveldong en mishandelsman en roosman en kirisman. Als dat jouw leven is, dan ja, is het wel treurig gesteld met jou. Weet je, want dan ben je echt een loser, ja. Maar die mogelijkheden die dat biedt. Want kijk nou, ik hoop dat die mensen van Street het ook gaan oppakken. Ja. Wat jij niet weet, is dat wanneer iemand met een Nederlandse nationaliteit, waar ook ter wereld is, en zich inlaat met strafbare feiten, ja, die man strafrechtelijk vervolgd kan worden in Nederland voor dat feit dat hij in het buitenland heeft gedaan. Ja, goed luister wat ik je zeg. Ja, dus een Nederlander ben je wanneer je de Nederlandse nationaliteit over die Nederlandse nationaliteit beschikt. Jij zegt, en je hebt dat gepost, ik heb het gezien ook, die jongen heeft inderdaad een Nederlandse ID-kaart. Die zijn nou de nonsens voor Isabi ding, naturalisatie sanif ding. Ingi san kung fu farikaring apura washabo nangadesan dat dit is andere koek mensen. Nationaliteit kwestie is niet een Nederlandse kwestie, is een Schengen kwestie. Schengen kwestie wil zeggen is een Europese kwestie, daar gaat Nederland niet over. Isabi, dat zijn 27 landen die daarover gaan. Dus Nederland voert uit dat beleid van Europa. Ja, je nou kies zomaar een ID-kaart. Dat bestaat niet. Ja. Oké. Ik zeg, een Nederlander, waar ook ter wereld, die zich inlaat met strafbare feiten, kan in Nederland berecht worden voor die feiten die hij buiten Nederlandse grenzen heeft verricht. Dat is toch geweldig? En daar moet je op pinnen. Ja. Het is gekwalificeerd, hè. Isabi, jere, famo leggi asandati uit. Comiliba asandati. Laat me een noemen voor je. Kijk, als je kijkt naar het wetboek van strafrecht van Nederland, artikel 7, die zegt iets, hè. Goed luisteren wat hij zegt. Dat ding geeft een klein voorbeeld tot hoe ver de Nederlandse strafwet reikt. Dat het ook buiten de grenzen is. Het moment dat je de nationaliteit beschikt, dat iemand kan vervolgen, Isabi. Dus, artikel 7 van het wetboek van strafrecht, ja, het hoeft niet deze te zijn hoor mensen, want nogmaals, jammer, maar goed luister wat hij zegt. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een feit dat door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land waar het feit is begaan strafbaar is gesteld. Ja? Dus eigenlijk, één ding moet het zijn, het moet gaan om een misdrijf, het moet niet gaan om een overtreding. If je rijp staat door Rilly, dan heb je dat nog, nee, doe niks dan als dat hij. Oké, mensen. Dus een misdrijf. Isabi, toch, je hebt dat verschil toch? Overtredingen zijn ook strafbare feiten. Want hier mag grijp staan door die Isabi. Maar misdrijven zijn zwaardere straffen. Ja? Moord, mishandeling, doodslag, poging. Weet je, dat zijn allemaal voorbereiding, medeplegen, medeplichtigheid. Alle dit en dat. Weet je, dat zijn zaken die misdrijven behelzen. En ja,
daar, moet je, daar kan je voor gestraft worden. Ook als het buiten de grenzen van Nederland pleegt. En luister naar mensen, kijk. Kan jij mij dit verschil vertellen? Want de makkelijkste voorbeeld die je kan aanhangen, hier zo, dat u allemaal sabi, ja? Maar pas wanneer het gezegd gaat worden, dan pas je begrijpt waar ik het over heb. Dus je moet het zo zien. En kijk, wat is het verschil tussen deze jongeman die dan die strafbare handeling heeft gedaan ten opzichte van Rodney Cairo en die mensen van de ISIS? Wat is dat verschil? Je hebt Nederlandse mensen die gaan naar Syrië, die gaan daar vechten. Hé, wacht eens even. Je bent een Nederlander. Je hebt een Nederlandse nationaliteit. Je goed op, je pleegt strafbare feiten. Je kan rechtvaardigen hoe je wil. Ja, maar die Maikiris, maar dat is die, dat. Die. Dus ik ben gaan helpen. Ja. Het is niet aan jou om te gaan helpen. Dus, wat krijg je nu? Is hetzelfde. Kijk, deze man heeft een Nederlandse nationaliteit. Agassanang. En hij laat zich in met allerlei activiteiten die niet kunnen. Of dat de politie een verklaring moet komen afleggen en zeggen van, ja, dat moet je luisteren. Nee, kijk, er is een onderzoek gaande en ja, die mannen zijn ambtenaren en ze deden gewoon hun werk. Dat is habitat, dat is aan die sepsan in zijn hand. Snap je mensen? Maar kijk, de reden daarvoor wat deze mensen opgeven is van, tak, ja, kijk, dit heeft niks te maken met criminaliteit of veiligheid. Dit heeft puur te maken met het belang van personen, privépersonen, net als Bouterse, Benschop, Feira. Feira die zich leent. Ik heb u altijd gezegd, ik heb ook daar geen hoge pet van. Een aantal shows geleden heb ik ook gezegd, stuur dat mens weg. Ze maken alleen fouten, alleen rare dingen. Kijk nu, Isabi. En ja, als je in zo'n daglicht wordt gebracht, ja, dan averveer je toch mensen. Jij dient voor de veiligheid van de Surinaamse burgers te zorgen. En je bent juist die veiligheidsdreiging ben jij zelf nu voor de Surinaamse burgers. Dus dat kan niet. Dus ik hoop dat Stree hier goed gebruik van maakt. En zegt van moet je luisteren, de man is een Nederlander. Ik zou gewoon stappen naar de ambassade en zeggen moet je luisteren. Kijk hier, dit is een onderdaan van jou. En brada hier, no. Ik heb geen vertrouwen in de Surinaamse justitiële autoriteiten. Maar je hebt gezegd van je gaat buitenlandse dingen aanschrijven. Maar je moet wel de juiste doen. Aanschrijven, Isabi. Je stapt gewoon naar de Nederlandse ambassade. Kijk hier, deze man van jou is een Nederlander. En jouw koelikel, snap je, Rotterdam aan Mantijmiddag. Ja, maar een Nederlander die strafbare feiten pleegt buiten de grenzen van Nederland. Die kan ook strafbaar worden gesteld in Nederland. Dus man, kom op, jouw burger, jouw onderdaan, heeft dit gedaan. Hier zo, ga maar onderzoeken. Ga maar onderzoeken. Dan heb je de pop aan het dansen, ja. En dan heb je goed werk voor je. Je kan frustreren, je zegt, ik schrijf naar PG, naar dit, naar dat. PG zelf wordt bedreigd. Ja, dus mensen, ga je tijd niet voordoen, want je gaat, hoe je dat ding, je raakt gefrustreerd en dan ga je machteloos voelen en je gaat niks kunnen doen. En dan heb je zoveel energie gestopt in dingen die, waarvan je op voorhand weet dat je anoi jipi, asane yagi, isabi, anai woko. Iemand gaat altijd lachen wanneer ik dat zeg. Maar goed, het is serieus, mensen. Unomdua, sanise, weet je, serieus blijven. Maar ik geloof me nou, als jij echt daadwerkelijk een Jaja Uma bent en je wil deze jongen helpen, want je hebt gezegd die jongen is gaan onderduiken, hij kan niet bewegen, dan zeg ik, moet je luisteren. Ik stap naar de Nederlandse ambassade, ik zeg, hé meneer, moet je luisteren. Dit is jouw burger. De artikel 7 van, die Nederlandse, van de wetboek van strafrecht zegt dat er Nederlander die zich strafbare feiten schuldig maakt, buiten Nederlandse grenzen, ook in Nederland gestraft gaat worden. Ik wil dat je dit ding onderzoekt. Ik heb geen vertrouwen in mijn eigen justitiële autoriteit. Dit is een onderdaan van jou. Ga maar doen. Ga maar doen. Snap je? En dan zeg ik van, kijk, dan ben je op de goede weg bezig. Dan ben je echt daadwerkelijk bezig
om deze jonge vent, die Rodney Cairo, te beschermen. Want hij zit uiteindelijk bij jou in de partij, Isabi. En mensen luisteren, nou kijk. Je ziet wat er in Suriname gebeurt, toch? Ja, Lucas Amstang gaat wintelen. Over die inhoud bemoei ik niet daarover, Isabi. Maar het is voor mij verpand dat mensen die achter een microfoon staan, die dan een beetje aangepakt worden. En kijk nou, nu ga je een probleem krijgen, want ik ga weer iemand noemen. En Isabi, mama, koolie, ik ben mee bradjarik, vaarlijk. Ik zeg die dingen gewoon zoals het is. If you want accepteren, dat is jouw zaak. Iedereen want accepteren, is ook jouw zaak. Ja. Er zit ook een andere man in Suriname achter een microfoon die geen blad voor zijn mond neemt. Ja, en dat moet mensen. Je kan kiezen om kans voor stombak van een microfoon. Ja, het is leuk hoor. Daar want to poko, tak tak want to nonsense. Ja, sommige mensen hebben daar behoefte aan. Maar sommige mensen hebben ook behoefte aan. Takeren. Te wan no to meet me, pimgo. Samim do. Kijk vandaag de mogelijkheid die Stanvast creëert en schept. Dat je een Surinamer duizenden zeemijlen daar vandaan kan zeggen van, je moet je luisteren, ga naar de ambassade. Je hebt daar recht op. En ja, jij als Surinaamse staatsburger moet je nagaan. Je hebt geen band met Nederland. Ja. Alleen omdat die man die dat feit heeft gepleegd, op heterdaad is betrapt, weet je. En nog erbij, je hebt een ID van die man. Je hebt een ID. Maak er goed gebruik van. Laat die mensen je helpen. En ze moeten je helpen. Als ze je niet helpen, dan zeg ik van, kijk, je hebt gezegd, je hebt een advocaat genomen daar in Suriname. Je moet gewoon een advocaat hier ook nemen in Nederland. Laat die mannen corresponderen met elkaar. Ja. En dan, ja, laat ze dat ding uitzoeken. En laat ze dan ding en de Nederlandse de regering onder druk zetten. En die gaan het moeten doen. Om dit ding goed tot op de bodem te onderzoeken. Want ja, kijk. Je weet hoe Surinamers zijn, toch? De motak is hier, de witman. Surinamers. Ja, de diaspora. Look, wat zou je mij kunnen doen, ja, jongen? Look. En dan gaan ze. Je weet hoe wij zijn, we gaan de schuld verleggen, toch? We kunnen niet tegen de waarheid. En dan ga je dit soort onzin krijgen. Weet u? Terwijl, ja. De waarheid ligt in Suriname, dat er mensen zijn die hun goudconcessies willen waarborgen. En ze gebruiken daar militaire middelen voor, deze jongens ook. Takje jongen, hey, moet je nagaan, takje je brokken, dat ben je de man. Die moest kompij 100 dollar, Amerikaan dollar nog erbij. Ja, om de diensten te kunnen verrichten en te krijgen daar zo. Ja. Het eind is zoek naar mensen. Het is jammer. Het is vreselijk jammer. Maar ja, het is lastig. Weet u. En even zo'n man, tak ja, maar hier en nou. Me doa worko gikba. En een tewe kon siki na alles aan het vandaan. Dan moet je ook zelf gaan betalen daarvoor. Terwijl, ja, een militair is er niet om hun dingen te bewaken, mensen. Een concessie van een Simons, een Stuart Getrouw. Of een concessie van Vrietzaam of van. Ja, Karkar, nogmaals. Weet je, wie heeft geen concessie in Suriname? En ja, wanneer je gaat klagen, dan krijg je dit. Mijn ontvoering. Dan, ja, heeft de man. Gaan ze jou voorbeeld stellen? Kan de man Kiri bij? Aboy die Sipsa doorwaan, Nayolo. Dat er, ja, camera's waren en dat mensen, buren dan gezien hebben. Om hem dan zo'n beetje te beschermen door de politie in te schakelen. Dat is verkering. Dat is een geluk geweest. Dus ja. Hij heeft vreselijk geluk gehad, mensen. Maar dat hoort niet. Isabi, je noemt Kisasandetje. Even kijken hoor. Iemand schrijft hier zo. Als hij de Nederlandse nationaliteit heeft, dan kan hij geen kandidaat zijn voor de partij. Want je moet de Surinaamse nationaliteit hebben. Volgens de regels om gekozen te worden. Nieuwe wet van Suriname. U hebt het verkeerd begrepen, meneer. Meneer Rodney Cairo heeft geen Nederlandse nationaliteit. En die persoon die Nederlandse nationaliteit heeft,
mensen, laat mij dat goed zeggen. Ja, want als u zegt van ja, heeft de Nederlandse nationaliteit, kan je dan geen partij worden op de kandidatenlijst van Streeuw. Je hebt gelijk, het moet een Surinamer zijn. Die meneer die die Nederlandse nationaliteit heeft, is die meneer die Rodney Cairo wilde ontvoeren. Dat is die persoon waar het om gaat. Dus je hebt een Nederlandse man die een Surinamer is van origine, met een Nederlandse nationaliteit, die naar Suriname gaat, die hand- en spanddiensten verricht voor de CIVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst, waar Danielle Veira baas van is. En wat betreft die veiligheid, door die Rodney Cairo te ontvoeren. En in een Sabisabodo of de Bokiering, dat is mijn trouw en precie. Waarom? Omdat deze jongen een rechtszaak is begonnen tegen Bouterse, Benschop, Nangafeira. Omdat ja, zijn belangen geschonden zijn. En niet alleen hij samen met nog 5 andere militaire commando jongens. Begrijp u? Dat is die issue. Dus, no verstaan verkeerd. Het gaat niet om Rodney Cairo. Die is slachtoffer. Maar de dader, dat is een man in Suriname die de Nederlandse nationaliteit heeft. Dat is de dader. En die wordt alom beschermd, omdat hij voor de Surinaamse staat werkt. Dan vraag ik me af, kijk, Binnenlandse Veiligheidsdienst, dat zei ik de man die zie dan. Als je zo'n grote mond hebt, van ja, mensen hebben Nederlandse nationaliteit, waarom laat je deze mensen dan toe? Begrijp je? Dus goed begrijpen wat er speelt, hè. Nog meer een fout die zie, weet u. Even kijken hoor, mensen. Goedemiddag, meester. Internet is vanmiddag Franse Pane. Oké. Leuk. Oké, mensen. Dus goed begrijpen wat er gebeurt, hè. Een man met Nederlandse nationaliteit. En dan nog een bakkera. Nou, gewoon een boutaris hier. Ik blijf het zeggen, die losers hier, die geen werk en niks kunnen doen. Begrijp je? Dat de man potent dat bij lange gong en doe aan nonsens, weet je, die zich inlaat voor allerlei onethische zaken. Tegenwoordig valt dat woord onethisch en ethiek komt vaak voor, Isabi. Maar even serieus blijven en niet van het punt afdwalen. Wat Streeuw betreft zeg ik, jouw dader, hè, noem ik dat, een Nederlandse nationaliteit. Eerste stap wat je doet is naar de dingen gaan, ambassade, en zeggen, moet je luisteren, hier zo, kijk maar. En hoe wil je gemeente je niks doet, want dan ga ik met die mensen van staan vast te praten. Ja, dan ga ik ze vragen om, weet je, bekendheid eraan te geven. En mensen, ik hoef je niet te zeggen, Isabi. Waarom niet? Weet je, dat we hier meer tijd en aandacht gaan besteden en laten zien en zo. Maar ik weet zeker, de ambassade van Nederland gaat hier geen geintjes mee maken. Omdat de wet, de Surinaamse, de Nederlandse wet, zij weten één ding. Het moment dat je een advocaat hier in de hand neemt en dan buitenlandse zaken erop wijst van moet je luisteren, kijk wat er daar gebeurt, dat er een grondig onderzoek gaat komen. Limbo neemt geen blad voor de maand. Limbo een schisma, dus ja, moet je niet naar luisteren, mensen. Beste meneer, hij is niet de enigste met de Nederlandse nationaliteit. Er zijn nog meer gelukzoekers die zich laten gebruiken. Goed idee om ze allemaal te ontmaskeren. Ja, goed zo. Kijk, hier sta ik gelijk achter om ze te ontmaskeren. Want ja, kijk, daarom zeg ik, die meneer Rodney Cairo, verdient onze aandacht, mensen. Hij moet in de picture blijven. Weet je, we moeten niet verslappen. Wij moeten hem altijd bespreken in goede zin. Hij is slachtoffer. En kijk nou, de man die zei, hij is duibbaar in Nederland, die dat in alle nonsens. Kijk wat ze doen. Hoe haal je het in je hoofd om mensen met een Nederlandse nationaliteit in jouw Binnenlandse Veiligheidsdienst
op te nemen. Ja. Maar ik kost je wel, Isabi, Nederlanders. Heb je geen genoeg Surinamers dan die dit werk niet kunnen doen? Dat is de vraag, mensen. Ja. Maar, nogmaals, de eerste stap die Stri moet doen, is gewoon zeggen van, moet je luisteren, meneer de ambassadeur of zaakgelastigde. Kijk hier zo wat er speelt. Met een onderdaan van jou. En moet je luisteren, als je hier geen werk van maakt, dan kan je er gegarandeerd van zijn dat ik een hoop poa ga maken, een hoop lawaai. Ja. En dat lawaai ga je helemaal horen tot in Rotterdam. Want daar zo is het een station die wel zijn verantwoordelijkheid neemt. En dan niet voor Stree als zodanig of Mais aan Huis, de helmet dun. Maar laten we die jongen, deze jongen verdient een kans, mensen. Nou, een jong boy. Is jonger. Weet je, kijk maar naar hem. En ja, waarom ga je die man zijn toekomst zodanig bedonderen en belazer beschodemieter? Alleen maar omdat goudconcessies naar de Sandati en hun moeten dat vuile werk voor je komen doen. Omdat je die man in een groene pak hebt gehezen, ja, in Britrek, liter Sandati. In een tussentijd, ja, word jij rijk. Maar die man moet zelf komen betalen om op die goudconcessievelden van jou te staan en allerlei nonsens voor jou te doen. Dus ik zeg van ja, deze man, nou een jong kanker, jong boy, en je weet niet wat de toekomst gaat brengen met hem, wat hij kan doen voor Suriname. Dus je moet hem de kans geven. Jij moet hem de kans geven. Daarom zeg ik, hij verdient mijn aandacht, mensen. Hij verdient mijn aandacht en ik besteed aandacht aan hem. En ik hoop dat hij het oppakt en luistert en zegt van, oké, ja, goed. Ik zeg je, de Nederlandse strafwet, nou, ja, goed luisteren, is van toepassing op elke Nederlandse staatsburger. Nederlandse staatsburger. Dus zodra je aan Nederlandse nationaliteit, dan ga België. Komt het ook België, want dat is Europa. Ik ga Indonesië, dan doe ik ook niet dat. Ja? En dan wanneer ik daar zo ben, dan kost ik dombakken rustig. Ja. Nee, is niet waar hoor, mensen. Dat klopt niet. Want als ik daar iets gedaan heb, en wat man tegen ambassade, leks aan tegen de man die zie, voestree, wat man gaat ambassade, dat zeg, hey, kijk hier wat er gebeurt. Dan zie je wat er gebeurt. Ja, en ik kan er van mee praten hoor, mensen. Want ik zeg je eerlijk, kijk, laat me jou één ding vertellen. Er gaan een hoop Nederlandse oude vieze mannetjes naar het oosten toe, naar de Filipijnen meestal. Weet je, ze proberen het in Indonesië, Maleisië en dat soort dingen. Weet je, Singapore moeten ze niet durven, want daar worden ze gelijk opgehangen. Je weet toch, die pedofielen, die wijken uit, omdat die mensen dan in arme toestanden leven. En ja, armoede. Dat die man niet zegt, go, nou, Isabi, gaan ze hun lusten daar bot vieren. En dan hebben mijn borrelkens door rustig bakken. Ja. Maar er is een organisatie opgesteld nu van, hé, moet je luisteren, we moeten hier wat aan doen. Want ja, het is een soort vorm van toerisme. En wij willen dit soort toerisme niet hebben, hier zo. Want die mensen beschadigen onze jeugd, de toekomst. Die ons later moet komen verzorgen en dat land moet komen overnemen. Om te doen. Dus wat doen ze? Zij karten het aan bij de ambassade en ze geven die namen door. En wanneer jij denkt dat je hier hoog en droog zit, weet je, dan word je opgepakt. En dan zeg je van, ja, maar je hebt het daar. Ja, maar een advocaat gaat altijd een beroep doen. Ja, maar je buiten landsgrenzen. Dan gaat die ermee geconfronteerd worden om te zeggen, ja, desondanks dat het buiten Nederland heeft plaatsgevonden. En dan voor advocaten moet dit klinken toch, Isabi, in je oren. Loci delicti. Ja. De plaats waar het strafbaar feit heeft plaatsgevonden. En dat plaats hoeft niet per se Rotterdam, Amsterdam of Den Haag te zijn. Nee, het kan ook in Suriname zijn. Het kan vlak voor dat huis van Rodney Cairo zijn. En dat is gebeurd. Dus ja, deze man met die Nederlandse nationaliteit, die moet ter verantwoording worden geroepen. En niet door de Surinaamse regering. Waardeloos, mensen. Ik blijf het je zeggen. Lasting. Nog een forceris revin aan de man dat die. Want die mannen zijn het niet waard. De maus doen bakasi en lafi. En we gaan go to. En broma go to naar de Santakai. Dat zei je man doen. Dus het is lasting. Maar het moment dat jij ziet dat je, en hun zien, taki, hier, nou, hé, de man is stappen, gewoon naar de Nederlandse ambassade.
En ja, men ziet dat je serieus bezig bent. Dan heb je een ander probleem. Allemaal stop even. Hoi, ho, halt, stop. Stop. Isabi Koolikus heeft ze ja. Want ja, moet je luisteren mensen. Dat goud van Suriname moet over de grenzen toch. Ja. En als ja, naar buiten komt. EITI, Isabi. Ga maar kijken wat dat betekent. Dan ga je zien wat er met Suriname gaat gebeuren ook. Weet u. Nogmaals, de eerste stap die Stree moet zetten is van ja, kijk, je moet met die Surinaamse autoriteiten ook gaan bakkeleien. Maar je moet daar niet te veel aandacht aan besteden, want die mannen doen niks. Je moet je richten op dingen, hoe heet het? De Nederlandse ambassade, omdat het een Nederlandse onderdaan betreft. Dus ik had gezegd dat ik die dingen zou doen. Even kijken hoor. Volgens informatie uit Suriname zijn er ook mensen die een bijstand krijgen van Nederland. En de uitkeuren lopen gewoon door terwijl ze voor een buitenlandse mogendheid werken. Ja, die mensen moeten wij ook ontmaskeren, want zij geven ons een hele slechte... ik zal u via YouTube beluisteren vandaag, gelukkig niet. Oké, ik zal die... Hoe heet het? Directeur vragen om het op dingen te zetten, weet u. Even kijken hoor mensen. Middag, telefoon staan vast, ze doet het niet. Ja, ik heb het lekker uitgedaan, omdat ik mijn verhaal wil vertellen. Even kijken hoor. Meester Sting, is het toch goed dat de Nederlander zijn praktische kennis over veiligheid ook meedeelt aan ex-reisgenoten? Ik ben het met u eens hoor dat u dat zegt. Goed luisteren aan deze app, mensen. Meester Sting, is het toch goed dat een Nederlander zijn praktische kennis over veiligheid ook meedeelt aan ex-reisgenoten? Als u vindt dat praktische kennis over veiligheid inhoudt dat je Rodney Cairo moet ontvoeren en net als Umrao Singh op een doodschiet en op een strand gooit, weet je, dan zeg ik tegen jou van ja, kijk, ja, als jij zegt van ja, dat het praktischer is van dingen en je wil het delen met Surinamers, dan zijn we diep gezonken, ja. Weet u. Dus, ja. Ik heb daar moeite mee, hoor, meneer, dat u dat zegt. Maar we kunnen verschillen van mening. Dat mag, natuurlijk, weet u. Even kijken, hoor, hier zo. De dader heet Meidema. Ja, ik weet niet of hij zo heet. Ik heb een hele andere naam, weet u. Even kijken, hoor. Beste team van Radio Stamvaste, de oproep om jullie te steunen heb ik aangegeven. Alleen wil ik jullie op attenderen dat de oproep webs veel te snel is ingesproken. Ik heb vanmorgen, nadat Leanne het IBAN op een rustige manier heeft ingesproken, mijn kleine donatie heb overgemaakt doordat de oproep van de directeur te snel wordt ingesproken. Had ik een cijfer verkeerd afgeschreven. Ik luister het weekend als trouwe luisteraar naar Stamvaste. Vandaar mijn bijdrage. In het verleden heb ik jullie ook ondersteund. Even on hold gezet en nu steun ik jullie weer. Mooi zondag en week. Ja. Ik denk dat wij u dankbaar zijn voor die ondersteuning. En ja, ik hoop dat er veel meer zijn. Weet u. Hoe heet het? Nogmaals mensen, dat van die dader, ga naar dat ding van Stree en dan ga je duidelijk zien wie dat heet. En of die man Meidema heet of zo, dat zeg ik niet, weet u. Maar iemand blijft me iets sturen hier zo over Madini, klaagrovers en dingen aan. Mensen, wees daar voorzichtig mee, Isabi, want ja... Kijk, Rodney Cairo is een jongen die schone handen heeft. Ja? Schone handen. Ja? Het valt even weg. Goed zo. Rodney Cairo is een jongen met schone handen. Hij is in de militaire dienst gegaan. Hij wil zijn plicht doen voor zijn vaderland.
En mensen die het voor het zeggen hebben, die misbruiken hem. Die misbruiken hem. Begrijp je? Dus wees daar voorzichtig mee. Ja. Dat hij in deze positie is gebracht, is niet leuk natuurlijk. Begrijp je, mensen? Ik had het gezegd van, kijk, er zijn nog andere journalisten ook die problemen krijgen in Suriname. Deze Rodney Cairo is geen journalist. Maar mensen, kijk nou. Je begrijpt wat ik wil zeggen, toch? Kijk, er zijn een hoop mensen die in Suriname bedreigd worden. Ja. Een van deze mensen, nu ga je begrijpen. En alle mensen zijn boos en zijn, nee, mijn man die, weet je. Als jij weet wat er in Suriname speelt, dan ga je dingen beter begrijpen. Ik noem deze jongen, Satis Baldeusing. Ja? Weet jij hoe moeilijk die man het heeft? En waarom hij zo tekeer gaat? Vraag maar aan Rodney Cairo, hij gaat je zeggen. Begrijp je? En aan Colin Dati, hij bidt die mensen. Hij bidt die, want hij laat zijn tanden zien. Ja? En ja, weet je, kijk, dat zijn mensen die grof gebek zijn. Ik moet het toegeven, maar deze mensen zijn zo gemaakt. Isabi, dat moet je ook niet vergeten. Want als je dat vergeet, heb je een probleem. En dan wil ik u, kijk nou mensen, ik had in een eerder programma al een hele lange tijd geleden had ik aan Surinaamse mensen verteld hoe het gaat, hè, in Suriname. Met name, taki, kijk, het zijn mensen die van de regering zelf, het is geen, niemand anders. Het is, kijk mensen, je moet die ding gewoon zeggen zoals het is, ja, weet u. En dan ga ik u iemand laten horen, want Isabi Tewan Koliman Taking, de moeder, ja. Op voorhand aan de oppositie. Dus hij zal van de VHP zijn. Dus in een briefing, weet je. Dat is dat ding dat we mensen leren in Suriname. Dus je moet naar iemand anders gaan zoeken. En die moet je gaan dan. Laat hem praten. En je weet wie ik ben. Meer aan een man, dan moet ik een telefoon gaan bellen. Of go actie, een interview. No, dat doe ik niet. Isabi. Je mag me altijd bellen. Alleen ja, je weet het. Jullie hebben het door. Ik heb mijn telefoon stiekem uit. Uitgemaakt, maar dat is niet om te vermijden, mensen. Ik ga geen confrontatie uit de weg. Ik wil dat verhaal vertellen. En die bel me, dan ja, raak ik van slag. En dan anego, Isabi. Dus ja, wat ik duidelijk wil maken is van, moet je luisteren. Kijk, ik heb in programma's al eerder verteld dat, kijk, de Surinaamse regering, wettige staatsorganen, hè, weet je, die gebruiken gewoon mensen om allerlei criminele activiteiten voor zich te doen. Wettige staatsorganen. Dus de president, een minister, ja. En kijk nu, Danielle Vera wordt genoemd. Begrijp je, mensen? Moet je nagaan dat het is zoals maar Gogo Taki naar Dorosie Kondre. Van alles mijn spit in het taboe. Niemand neemt je serieus. Want niemand dacht, ja, maar ja, je kiriëe die burger, dus ja, wat kom je hier doen? Je hebt niks te zeggen. Nou, like de Afrikaanse toestanden toch. Ik hier Rome niet, maar man, like Idi Amin. Zaka Amerika of Nederland of Europa. Dacht ja, ik kom even een praatje maken, jongens. Maar, Sani, niemand gaat je toch ontvangen. Doe niet gek nou. Kijk wat er in China is gebeurd met Boutersen. Zeder de Maillere, dacht ja, maar officieel, een staatsorgaan heeft de president aangeklaagd. Ja, de Maillere ging weer toch, kwam met die. Weet je, hij moest op sterfsprong China verlaten. Lekker een soort illegaal, de man zet hij uit als het ware. Is niet leuk, maar ja, dat zijn de consequenties toch. Terugkomend op dat ding wat ik u wilde laten horen. De Surinaamse regering zet gewoon criminelen in. En hij poort een zelf uit gevangenis, ja. Hij zei een dag, ik ga de wand dat werk ook niet mee. Mensen, vergeet die man Boeru niet. Boeru zijn bij bedreigd Boutersen. Nog vergiet hij, is ook weer zo iemand, Satis Baldeusing. Satis Baldeusing, een crimineel, voor zover ik weet. Maar het is een journalist die dan
grof gebek is en die zijn zaken gewoon open en bloot, Nalikmi, Brajari, alles gewoon vertelt hoe het is. Ja? Vind je het leuk? Goed. Vind je het niet leuk? Ook goed. Het is aan jou. Ja? Je ziet nou, mijn jong jongen, kan, blakamang boy. Rodney Cairo, luk van de mij doen dan. Jongen, de man zat ont. Ama, wam, man, wam, patoch. Ano, bon prieting. Nou, panne, meke, nou, man, deze asitak, ja. Joep Ching. Heeft dan die inborst om te zeggen: ik ga de militaire dienst in om mijn land te beschermen. Dat eigen land, ewan, ontvoer man. Gogo doe man, lukken wel, geest aan in haar man. Kan toch niet, mensen? Ik kom terug op dat ding. Je weet toch, meneer Belsma, maar ik laat mensen praten, dan analyseer ik het. En dan laat ik je het horen. Iemand gaat jou vertellen, dat ding wat ik verteld heb, dat de regering van Suriname zich verlaat op misdadige handelingen. Ja. Dan moet je goed kijken of je die persoon herkent, Isabi. Soumanaman is die taki. Want ik heb jou ook al gezegd, meneer Onkuliman, ja, ik ben er trots op, Isabi. Dus meneer Kango, actie zijn toch niet taki verteren, of joggy, of wat dan ook, ja. Een koelieveetje, hoor, mensen, de Nyambara, Isabi. Dan ga jij je als slachtoffer noemen, Isi. De koelie zijn racistisch bezig tegenover ons. Dan. Kijk nou, wij zijn Surinamers, unomhorus revasbotu. Weet je, wij zijn de grootste racisten. Dan dat hij. Alleen, ja. We zijn racistisch en we discrimineren, maar we leven naast elkaar. Het is moffet korantitori, ja. Zolang anunenaki daar aan mijn regel, weet u. Het is ook niet goed, maar ja, we zijn zo eenmaal. Maar, ik hou mijn mond, we gaan luisteren. Of het waar is dat de regering, wat ik zeg, een criminele inzet om zijn vuile werk te doen. Goed luisteren, ja. De kwestie van veiligheid. Ik wil onverdeelde aandacht vragen voor hetgeen ik ga zeggen. U weet dat ik geen dingen hier zomaar zeg als ik hier sta, voorzitter. Voorzitter, president, via u, voorzitter. Er bereiken ons berichten, mij berichten. En ik ben een heel klein pion in dat geheel. En toch wil ik vragen om vandaag te luisteren naar dit klein pion. Dat vele van de berovingsgevallen, voorzitter, die wij hebben meegemaakt in de afgelopen periode. We hebben begrepen dat die dingen in scene worden gezet. Schrikt u niet? Dat, en ik zou namen hier kunnen noemen. U weet, enkele maanden terug heb ik de zaak hier besproken van de verdwijning van de cocaïne in de kluizen van A-team. En alhoewel mensen hebben gezegd dat ik onwaarheid heb gesproken, zijn de dingen die ik heb gezegd blijken waar te zijn. En ik wens degenen die bezig zijn met het onderzoek veel succes. Voorzitter, vele berovingsgevallen die wij hebben, berichten bereiken onszelf dat mensen worden losgelaten, criminelen worden losgelaten uit de gevangenis en worden betaald om dingen te doen. Ik zeg dit hier en ik vraag de regering om te onderzoeken. Ja, natuurlijk schrikken mensen, voorzitter. We vragen dat het wordt onderzocht. Omdat natuurlijk, voorzitter, hebben we altijd criminaliteit gehad in het land. Op dit moment hebben we een golf van verruwing, voorzitter. De cijfers tonen niet aan dat het gestegen is. Ja, I rest my case. Het is meneer Misikaba. Je nog een tak, ja, maar hij is van de oppositie VHP. Dus ja, die man is een overloper en hij is tegen NDP. Nee, dit is een NDP, die zegt. Jullie schrikken toch? Ja, vele. Kijk. Den buskondere boy die zien naar desma en ze na nee, want doe des aan dat die. Omdat de mij ziet dat jongen, ze zijn teleurgesteld in een president, in een minister van Justitie, in een minister van Defensie, in een veiligheidsadviseur. Alla de man die zien. En kijk wat voor vieze spel die Kenneth Sloten ook heeft gespeeld. Ik heb het niet gezegd, die jongens zelf vertellen het. Begrijp je mensen? Dus ik zeg één ding. Let op je zaak, wat je aan het doen bent in Suriname. En ik zeg tegen Stree, kijk nou, je hebt een gouden hart, iets in je hand. Het is vervelend om het zo te stellen, maar ja, laat de gemeenschap zien dat je ballen hebt en zeg, ik ga
naar de ambassade en ik zeg hem, kijk wat je onderdaan heeft gedaan. Mensen, even een paar apps weer hoor. Een luisteraar zei dat de Nederlandse Surinamer een kennisoverdracht deed. Wel, ik had een Marokkaanse buurjongen, die was ook naar Irak geweest voor kennisoverdracht. En kijk maar naar de gevolgen. Helaas heeft hij zoveel kennis overgebracht dat hij nu daar is begraven. Ja, ik vond het ook een beetje raar, die instelling hoor. Even kijken. Heb ik de naam van de dader gemist? De man dat lijkt zo crimineel. Zat moppen Holland. Ja, even kijken. Best betaalde beroep in Suriname is politiek. Mensen die principeloos zijn profiteren ervan. Ahilia Welles is schaamteloos. Er is haar veel beloofd door deze boevenbende. Ja. Even kijken. Meester, wat is de rode draad van uw verhaal? Nog steeds, maar een man begrijpt zo mijn probleem. Ik leg je uit. Isabi. Maar aan het einde ga ik die rode draad vertellen. Dus ja, je moet maar even dingen. Hoe heet het? Snappen. Wat ik dingen probeer duidelijk te maken. Mensen, ik krijg meerdere mensen die dat ding van mevrouw Dini Blokland naar me sturen. Het is een ding, ik ga het niet kunnen bespreken nu, weet u. En ja, kijk nou, als het iets van juridisch in zit, wil ik er best wel wat over zeggen. Maar verder, ik ben niet zo belust op die smeuïge verhalen en dat soort dingen. Ja, ik heb altijd gezegd, die mensen die er zitten, is gewoon tuig. En die moet je, is lastig mensen. Even kijken hoor. Kunt u Benschop onderzoeken? Ik vertrouw die man voor geen meter. Hij loopt met snode plannen. Heeft veel op zijn kerfstok. Hij denkt er niet voor terug om moordopdrachten te geven. Er gebeurt veel achter de rug van Feyre. Nee, dat mag u niet zeggen dat er veel achter de rug van Feyre gebeurt. Want uit deze dingen, verklaringen van de jongens, blijkt dat die Danielle Feyre juist meewerkt. Want deze man, die werkt voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst en die valt onder het resort van mevrouw Danielle Feyre. Dus daar moeten we eerlijk mee zijn. Isabel Jokjesasemelsandelijk Boutersen. Ja, het is niet Boutersen die schuldig is. Het zijn die mensen om hem heen. Nee. Ja, weet je. Want ja, dan ben je gewoon op een hele foute manier bezig, Isabel. Mevrouw Feyre is genoemd door deze jongens. Meneer Misikaba, die weet het ding. Ik wens je veel geluk. Bij de A-team is er cocaïne verdwenen. Ja, dat ding van mevrouw Silos. Zij is jaren een kruistocht. Zij is een kruistocht begonnen. Niet tegen corruptie. Maar corruptie binnen het justitieapparaat in Suriname. Ja. Kijk mevrouw dingen. Van Dijk Silos. Heeft schoonschip gehouden. Omdat. Ik ga het openlijk zeggen. Toen de ABOP daar zat. Heeft zijn uitspraak gedaan. Elke Bosland Creool die in het parlement zat, was boos op haar. Omdat ze zei, ja, de boevenbende, Maron boevenbende heeft ze dat genoemd. Anomie Takina, herhaal me haar, heren. Maar wat krijg je? Ze heeft schoongrip gehouden, omdat er daar mensen, Isabel Rasta minister toch, die heeft één puinhoop in die, hoe je dat denkt, justitiële apparaat binnengehaald. Dat zij zoveel mensen moest ontslaan. Omdat, ja, er gebeurden rare dingen daar. En ja, er zit er nog een aantal. Maar ineens is het maar weg. Omdat, je hebt een president daar. Je hebt een minister Benschop, ja. Dat zijn echte moordmannen, ja. Weet u. Het is minister Benschop die deze jongen het leven zuur maakt. En wat doet hij? Nee, ik ben een collega, Danielle Feyre, takeren nog. Hé, omhandelaren, omdoen wat ze dan aan boeien zien. En ja, wat doet die stommerik? Ze gaat erin. Oh, sorry. Hoe stoer ze is, Isabi, doe het toch. Dan gaan we dat hij, nou, is heeft het gedaan. En ze noemen morgen kon wango. Want mama uit Nederland. Surinamer gewoon hoor, want die noemen reken Nederland, dat was bakker. Nee, dan gewoon wat ze naar man. Nou man, dat, kijk hoe dom hij is. Als je een beetje verstand hebt, dat je checkt, je look hoe dat kies, maar ook kies je wel, de man kies je niet. Dat is goed, dus heeft pot in plat op grond. Voor alleen ID om hem dus zo te krijgen, ja. Als je dat kennisoverdracht noemt, mensen, dan is het wel teruggesteld, want die kennis moet je niet willen hebben, hoor. Ik
denk niet dat... ja, sorry hoor, dat ik erover moet plakken. Maar nogmaals mensen, kijk nou. Er is iemand anders die zich ook druk heeft gemaakt. Weet u, over... hoe heet het? Criminelen hè, die in het parlement terechtkomen. En ja, oké. Het is leuk dat hij zich daarover druk maakt. Maar, even kijken hoor mensen. Het is... en wie is die man die dat doet? Even kijken. Nee, hier moet ik niet zijn. Ik ben even aan het zoeken hoor mensen, Isabi. We gaan luisteren mensen. Ik ben het vaak niet mee eens met hem. Maar deze keer heeft hij een paar dingen gezegd waar ik me wel kan vinden. Dus ik stel voor om te gaan luisteren. Ja. En ik stel voor dat dingen ook, hoe heet ze, die mensen van Stree luisteren. Want ja, dan weet je waar je aan toe bent. We gaan luisteren mensen. Ik heb het gejat van ABC. Hè? Dus Isabi bronvermelding is niet van mij. Meneer Boudewijn, onze bestuurskundige, die had een onderhoud met... ja, en nou ga ik niemand tekort doen, maar ik ben die man zijn naam even kwijt. Die programmamaker. Alle lof en eer, Isabi. Maar goed, we gaan luisteren mensen. Ik hou mijn mond. Dit is ABC Actueel. Vertegenwoordigers van politieke partijen hebben zoals bekend de afgelopen week hun kandidatenlijsten ingeleverd bij het Centraal Hoofdstembureau. Volgens het Avondblad De West is er vanuit de samenleving veel kritiek geleverd met betrekking tot kandidaten die niet voldoen aan de vereisten tot kandidaatstelling en ook nog een strafblad zouden hebben. Bestuurskundige August Boudewijn zegt desgevraagd aan de redactie van het Avondblad De West dat wanneer de gekozen kandidaten hun geloofsbrieven moeten indienen om zitting te kunnen nemen in het parlement, zal blijken of ze eerder in aanraking zijn gekomen met de justitie. Ik hoop dan dat ze eruit getrapt worden, want we hebben genoeg criminelen gehad in de afgelopen 5 jaren en we hebben gezien wat het ons allemaal heeft opgeleverd. Goedemorgen, heer Boudewijn. Ik kijk richting technicus. Is het gelukt Boudewijn te krijgen aan de lijn, jongeman? Oh. Oh. Nog niet gelukt te krijgen aan de lijn. We blijven het proberen. Oh, het lukt nu. Ja. De bestuurskundige August Boudewijn. Goedemorgen. Goedemorgen, heer Vliet. Drukke telefoon, man. Huh? Ja, nou, ik weet het niet. Er was waarschijnlijk een kink in de kabel gekomen. waardoor die afspraak, althans het gesprek niet doorging, hè? Ja, ik heb mijn inleiding gelezen. En ik kan me best indenken dat mensen zich afvragen. Spreekt hier Boudewijn? Want we hebben nog nooit in die sfeer horen praten van mensen worden dan eruit getrapt. Want we hebben in de afgelopen periode al voldoende criminelen gehad. Ja. Spreekt daar Boudewijn? Of is het een andere Boudewijn? Ja, Boudewijn spreekt ja. Omdat we in de afgelopen jaren toch wel verschillende zaken hebben meegemaakt. Als ik praat over criminelen. Criminelen zitten in de gevangenis, meneer. En op dit moment hebben we een governor van de centrale bank die in de gevangenis zit. Dit heb ik nooit van mijn leven meegemaakt. En in de wereld van vandaag heb ik het ook nooit meegemaakt. Dat een governor, iemand die moet zorgen voor het geldverkeer in Suriname en de waarde van onze Surinaamse gulden of munteenheid, dat die in de gevangenis zit vanwege allerlei criminele handelingen. En daarom moest ik dus die uitspraak doen, man. Hè? Huh? Ja. En mensen die hun mond willen houden, dat is hun zaak. Maar wat men moet weten, is dat wanneer we hier in Suriname leven, alles ons aangaat.
Want wij hebben als volk de hoogste macht, artikel 52 van onze grondwet zegt dat. Wij hebben de politieke macht en die dragen wij over, die delegeren wij aan een minderheid van 51 man. En die 51 mensen, die moeten ervoor zorgen dat welvaart, welzijn, voorspoed voor het volk worden gerealiseerd. Doen ze dat niet, dan zijn ze bezig met hun eigen zaak, maar niet met de zaak van het volk. En daarom zeg ik, de mensen die straks verkozen worden, zijn mensen met een zekere macht, die ze krijgen van het volk, maar ze moeten ook gezag kunnen afdwingen van mensen door hun gedrag. Doen ze dat niet, dan worden ze inderdaad criminelen, ja. Ja, maar, dat hebben we gemerkt. Ja, maar u zegt aan de West dat de kandidatenlijsten die zijn ingediend, dat er daar wat kandidaten op zijn die, misschien een strafblad zouden kunnen hebben. Heeft u daar onderzoek over gepleegd? Nee. Ik heb met mensen gesproken. Hè? Mensen die in de politieke arena zitten. En die hebben mij inderdaad hun misnoegen tot uitdrukking gebracht over bepaalde kandidaten die op de lijsten staan. En die hebben gezegd, meneer, er zijn mensen die met een strafblad daar rondlopen. Nu is het zo dat de grondwet iemand met een strafblad niet afwijst. Hè? Men zegt niet dat iemand die in de gevangenis gezeten heeft zich niet verkiesbaar mag stellen of niet als kandidaat mag worden aangewezen door een politieke partij. Er zijn enkele redenen die de grondwet opnoemt. Wanneer je dus door onherroepelijke rechtelijke uitspraak van jouw kiesrecht wordt ontzet, dat betekent dus dat je misschien niet de nationaliteit van Suriname hebt en je voldoet niet aan bepaalde zaken, dan kom je daar niet voor in aanmerking. Maar daar moet de rechter een uitspraak over doen. Maar mensen die krachtens een rechterlijke uitspraak van hun vrijheid zijn beroofd, die zouden ook niet aan het kiesrecht mogen deelnemen. Die worden uitgesloten. Dus je moet in de gevangenis zitten. Dan mag je niet aan de verkiezingen deelnemen. De grondwet zegt niet, als je eruit komt en als je je straf hebt uitgezeten, mag je niet. Nee, hier laat in feite de grondwet ruimte over voor mensen die in feite met de politie in aanraking zijn gekomen, om het zo te zeggen, die dus in de gevangenis hebben gezeten en die eruit zijn gekomen, ze hebben een straf uitgezeten, om dus aan de verkiezingen deel te nemen. Maar durft u te zeggen? En dat is iets waar ik mijn vinger over moet opsteken. Durft u te zeggen dat de grondwet, dat de kieswet vaag is met betrekking... Ja, in dit geval is het de grondwet, hoor. Oh, de grondwet. Ja, de grondwet zegt dat. Dat die grondwet... Die artikelen van de grondwet, artikel 48 of 49. Maar vindt u de grondwet vaag met betrekking tot deze kwestie van mensen die een strafblad hebben? Omdat deze kwestie is men, wat betreft artikel 58, als ik me niet vergis, is men duidelijk. Je moet dus krachtens rechtelijke uitspraak van je vrijheid zijn beroofd. Dat wil zeggen, je bent in de gevangenis. En dan mag je niet deelnemen, nog aan het actieve, nog aan het passieve kiesrecht. Dat is dus duidelijk. Maar wanneer men zegt, je moet niet in aanraking zijn gekomen met de justitie of met de politie, dan gaat het erom, wat bedoelt men eigenlijk, je mag niet in aanraking zijn gekomen. Als ik op straat rijd en de politie houdt mij aan vanwege dronkenschap, hè? Het betekent het dat ik met de politie in aanraking ben gekomen of met de justitie. Als ik iemand lastigval op straat of als ik dus zeg maar op een politiebureau heb moeten zitten in afwachting op wat dan ook, ben ik met de politie in aanraking gekomen. En zo zijn er een heleboel zaken meer waarvan je zou zeggen, de man is met de politie in aanraking gekomen. Maar dit is niet een kwestie van de wet. Want de wet zegt niet, als je in aanraking bent gekomen met de politie. De wet zegt, als je rechtens van jouw vrijheid bent beroofd, dat wil zeggen, de rechter heeft de uitspraak gedaan waardoor je in de gevangenis moet. En in de gevangenis kan je niet kandidaat worden gesteld en je kan ook niet deelnemen aan de stemming. Dus dat bedoelt men hier. Maar de politieke partij die weet dat iemand een scheve schaats heeft gereden,
En ik weet dus dat er een bepaalde mensen zijn die zeggen, ja, je kunt iemand niet twee keer straffen. Die moet weten dat wanneer de tegenpartij weet dat je mensen daar hebt, en jouw gelederen, die in de gevangenis hebben gezeten, vanwege het molesteren van een vrouw op straat, of vanwege dat en dat en dat, maar na zijn gevangenis eruit is gekomen, die politieke partij moet die eis gaan stellen, want de man die daar als parlementariër fungeert, heeft een gezagspositie. Nogmaals, hij heeft zijn positie vanwege het feit dus dat de meerderheid van het volk hem heeft opgedragen om welzijn, welvaart en alles dat goed is voor het volk. Ja, ik kom er even tussen, mensen. Want ja, kijk nou, je moet je afvragen van ja, de meerderheid van het volk heeft jou daar geplaatst. Ja, dan moet je kijken naar dat moreel. Je moet een beroep doen op dat moreel appel van dit soort gasten. Want ja, de meerderheid heeft ook Bouters daar geplaatst. Wetende dat hij moorden heeft gepleegd. Wetende dat hij in het buitenland veroordeeld is. Wetende dat hij een beetje uitgezonderd wordt en als paria wordt gezien door CARICOM en alle andere landen, EU, Amerika. Weet u, onze buurman is weer bezig hoor mensen, hij zit te boren. Oké, goed, maar als je een bevolking hebt die een beetje aan moreel verval onderhevig is, dan gaan ze gewoon dit soort, voor dit soort figuren. Weet u, dan ja, ben je klaar, uitgespeeld. Maar de grondwet is niet vaag hierover, de grondwet is duidelijk. Alleen de grondwet doet een beroep op het moreel appel van de Surinamers zelf. Dat politieke partijen, van alle politieke partijen die er zijn, dat men kijkt naar die kandidatering van jouw kandidaten. Je kan niet iemand gaan kandideren die dan bijvoorbeeld in het verleden in aanraking is geweest met justitie. Dan kan je wel zeggen, ja, voor één keer stilte is altijd een dief. Dat niet. Maar hierzo hebben we dat ook toch mensen. Antecedentenonderzoek, VOG, verklaring omtrent het gedrag. Ja? Als jij een strafbaar feit hebt gepleegd, kan je soms niet naar bepaalde landen reizen. En waarom zou het dan niet in Suriname kunnen dat ja, als je iemand gaat kandideren, kan die dateren, Isabi, op zo'n lijst van jou, dat je verwerpelijke personen kandideert en dan dat je dit soort problemen krijgt. Ja. Als je niets gezien hebt en niets geleerd hebt van die 10 jaren, ja. Meneer Boudewijn gaat het zeggen van over geloofsbrieven. Ja. Kijk wat er gebeurd is met de geloofsbrieven van Bouters. Toen er naar gevraagd werd, heeft Simons gewoon een ander crimineel ook. Ja, goed luisteren wat ik zeg. Een ander crimineel, die mevrouw Simons, heeft gewoon gezegd van ja, nee, kijk, de president hoeft geen geloofsbrieven te overleggen. We gaan dat niet doen, want ja, Asabi Samodina geloofsbrief voor een president. Snap je mensen? Maar nog een stukje luisteren. Volk te realiseren. Betekent dus dat die man niet alleen macht heeft. Hij heeft niet alleen bevoegdheden om bepaalde dingen te doen, maar hij heeft ook een gezagspositie. Hij moet die ondersteuning van onderaan krijgen, dat hij dat werk zal kunnen doen op een behoorlijke en ordentelijke wijze. En dat hij een man is van wie je kunt zeggen dat hij door zee gaat. Een doortastend mens, een mens dus die van een behoorlijk ethisch en mentaal niveau is, die de zaken kan doen, zoals. Maar wanneer je dus weet dat die man in de gevangenis heeft gezeten, weet je niet of hij dus weer voor een tweede keer daar gaat zijn. Dus de politieke partij, die moet de beslissing nemen van luister. Ja, het is de politieke partij. Je moet niet zomaar mensen gaan kandideren. Iemand heeft hem een appje gestuurd over mevrouw Welles, ja. Kijk, dat zijn gewoon rampfiguren toch, mensen. Iemand die geen vastigheid heeft. En ja, dan moet je goed luisteren naar haar. Ze heeft het over ethiek. Ik zou zeggen, kijk in de spiegel en tak over ethiek. Begrijp je? Maar, ja. Weet je wat dat betekent? Misschien voor anderen niet, maar weet je wat het voor Boudewijn betekent? Ja, maar hij zit nog niet in de gevangenis, hoor. Nou, in elk geval, maar hij is in de gevangenis gezeten. Vertoont als DNA-kandidaat bijvoorbeeld
een VWO-diploma zou, ja, zou moeten hebben. Nou, we weten dat in 1937 wij het capaciteitskiesrecht hebben ingevoerd in Suriname, waarbij het censuskiesrecht werd afgeschaft. En men heeft dus als minimale norm gesteld, je moet een ULO-diploma hebben. Als je geen ULO-diploma hebt, kan je niet aan de verkiezingen deelnemen. Maar laten we dieper in de geschiedenis gaan. Ja, laten we dat even overslaan. Toen wij begonnen met verkiezingen hier in 1866, je Engels niet machtig bent, want vroeg of laat zul je in Lobama, Milo van mijn takkie, Milo van mijn dansie en dat soort zaken. Dus dit zijn zaken die we hebben meegenomen waarschijnlijk vanuit de koloniale tijd en die we tot nu toe uitvoeren. Maar wanneer het gaat dus om de opleiding van mensen, dan moeten we zeggen, wanneer dus de politieke partij en de leiding van de politieke partij doorheeft, dat zij graag mensen willen hebben in het parlement die goed kunnen praten, die goed kunnen babbelen, maar misschien minder goed kunnen analyseren omdat ze een gebrek hebben aan kennis over een bepaald onderwerp. Want het gaat niet alleen om Surinaamse onderwerpen. Goed opletten wat hij gaat zeggen hoor mensen. Analyseren toch al die dingen. Het gaat niet alleen om Surinaamse onderwerpen. Goed opletten, ja. Luister goed naar Boudewijn. Het gaat ook over internationale zaken. Vandaar is wat ik heb gezegd. De kandidaat die daar bezig zal zijn, of die wordt voorgedragen, moet ook Engels kunnen spreken. Hij moet kunnen analyseren in het Engels. Als je Engels niet machtig bent, want vroeg of laat zul je in een commissie van het parlement zitten om mij te vertegenwoordigen in het buitenland. En daar spreekt men geen Nederlands, toch? Men kent geen Nederlands. Hier in Suriname kent men Nederlands, maar in het hele Caribisch gebied kent men geen Nederlands. Dus je zou tenminste Engels moeten spreken. Kent die mandaat dan? Beheerst die mandaat? Want anders gaat hij daar zitten voor Piet Snot. En die man gaat niets kunnen zeggen, want hij begrijpt niet eens wat die mensen daar zeggen. En dan zeg ik, de politieke partij moet die man maken. Ja, je moet hem gaan maken. Begin eerst jezelf te maken, voordat je stapt naar een politieke partij, mensen. Weet u? Want ja, het is treurig gesteld. Je moet ook een beetje zelfrespect hebben. Dat ik moet je luisteren, ik ga me, laten kandidateren. Is dat meteen, want dat snel, dat krijg je dit. Oké, je wil je laten kandidateren op zo'n lijst, dan moet je toch een beetje bagage hebben. Je moet met bagage komen. En ik zei, toch ja, mama, dat is mooi, mama, dit, dat, ja. En mijn keer is maar mooi ook te horen, weet je. En het is jammer, weet u, even kijken hoor. Mensen niet op ingaan van mevrouw Welles, anders gaat u op de etnische toer. Ze heeft niet zo slecht over de VHP gesproken. Nou, ik kan u één ding zeggen over mevrouw Welles. Mevrouw Welles verdient mijn aandacht niet. Dus de hel met haar. Weet u, ik heb het over ethiek. En of het nou een coulis betreft, of een blagamang, of Jan Panisi. Als je ethiek verval vertoont, ga ik wel mijn mond openmaken, Isabi. Even kijken hoor, mensen. De gouverneur van de Centrale Bank van Suriname, die nu in het gevangen zit, was niet de enige. In het verleden had je Henk Goedschalt en heeft miljoenen gefraudeerd en heeft overal bezittingen. Aruba, Bonaire in Suriname was ook onder NDP bewind. Veel van de jongen weten dat niet. We zijn verleden vergeet, herhaald. Het in het heden, Henk Goedschalt, Wikipedia, ja. Meester Boutersen heeft eens beweerd dat er niks gebeurt in Suriname en dat hij, en dat weet hij er niet van. Een van de grootste criminelen van het land is nog steeds Meriba, de pleegzoon van Boutersen. De familie Boutersen is één grote criminele bende van moorden tot roofovervallen, afpersingen en bedreigingen. Daarom zeg ik, kijk, vandaag heeft Stree een machtig wapen in de hand. Ik hoop dat ze het goed gebruiken. Weet u, en ik ga nog voor het einde nog wat zeggen. Weet u, even kijken. Even kijken hoor, mensen deze. Ja, die meneer die zegt van over wel eens bedankt daarvoor, weet u. Want het is dingen. Bestaat er nog ethiek in Suriname? Alles maar besmeurd naar oneerlijkheden. Ja.
Ja, daarom dan moet je maar buitenlanders binnenhalen. Behalve dit soort mensen die dit soort verwerpelijke toestanden uithalen in Suriname. Maar nogmaals mensen, kijk nou. Iemand vroeg me wat de rode draad is van wat ik allemaal aan het doen ben. Er is een jonge man, Rodney Cairo, die een hele vreselijke ervaring heeft mee moeten maken. Weet u? En ik vind dat hij dan die aandacht van ons verdient. Want het mag niet zo zijn dat ja, wanneer jij verklaring de dingen ziet gebeuren en dat je dan niets doet daarmee, weet je, dan ben je ook zo medeplichtig natuurlijk, Isabi, want if is op ons aan het zeggen, doe je tjara konigo mee, dan ga je in die graf, moet je niet doen. Ja, dus ik zou zeggen, kijk, die jongen, die heeft het moeilijk gehad tijdens zijn militaire periode, die jongen heeft zijn beklag gedaan, hij is niet gehoord. En ja, dan ja, heeft hij een rechtszaak begonnen tegen Suriname, weet je, met name de minister van Defensie. Die man is overal geweest, naar Simons, voorzitter van het parlement, is hij geweest. Hij is naar de president geweest, Bouterse, hij is naar Benschop geweest, ja, en hij is naar mevrouw Feira geweest. Ja, al die mensen hebben hem in de steek gelaten. En ja, dan rest er je nog één plek om te gaan. En dat is de dingen, hoe heet het, de rechtbank. En daar is hij gegaan. Maar ja, als je nu komt aanzetten bij de rechtbank met allerlei zaken die dan betreft goudconcessies, waar deze jongens mee geconfronteerd worden en allerlei taken moesten doen waarbij ze niet voor in dienst zijn genomen. Weet u, die mannen zijn er om de landsgrenzen te beveiligen en niet particuliere belangen van Bouterse en consorten die gewoon concessies hebben om die te gaan beschermen. Dat is niet de bedoeling. Ja? Dus mensen, het is treurig gesteld in Suriname, ja? Wat criminaliteit betreft. Omdat waarom? Wanneer je die criminaliteit ziet in Suriname en je komt erachter dat die criminaliteit door staatsorganen worden verricht, dan is, ja, dan zijn de rapen gaar natuurlijk, mensen. Isabi, even kijken hoor, mensen. Ik heb het gevraagd, pak Sumo, over rode draad. Even kijken. Meester, ik wil ook wat zeggen over Welles. Een overroeper blijft een overlover. Dezezelfde mevrouw heeft de NDP zwaar bestreden. Dan willen ze praten over ethiek. Zo eigen belang, zulke types moet je niet serieus nemen, ja. Ja, mensen. Ik ga overdragen, mensen. En moet u eens luisteren, kijk, ik vind het erg wat er gebeurd is. Maar nogmaals, Sri, ik hoop dat je bij de Nederlandse ambassade aanklopt en de Nederlandse ambassade ter verantwoording roept van kijk nou wat een staatsorgaan onderdaan van jou heeft gedaan met een Surinaamse burger. En ik weiger om naar mijn Surinaamse staatsorganen te gaan. Weet je, ik doe dat niet. Omdat, ja, het is al bewezen. Prada, die werd teruggefloten. En hij is net een beetje met de staart tussen de benen weggekropen. En heeft die mensen gewoon gelaten. Ja. Dus je kan gaan schrijven naar hun. Is allemaal lasting. Maar ik zeg je, een Nederlandse staatsonderdaan die strafbare feiten buiten de stadsgrenzen, de landsgrenzen van Nederland pleegt, die kan hier vervolgd worden voor die strafbare feiten die hij elders heeft gepleegd. Buiten Nederlandse grenzen, buiten Europese grenzen. Ga maar zoeken mensen op internet. Loki
En niet met een K, maar met een C. Loki Delicti. Ja, Loki Delicti. Dat gaat een beetje een Golipis Revie, Isabi. En ja, even kijken hoor. Wel thuis. Stay safe. Ja, bedankt. Mensen, bedankt allemaal voor jullie apps. Ik heb mijn telefoon uitgedaan. Ik weet dat mensen boos gaan worden. Maar ik wilde mijn verhaal doen. Ik vind dat deze jongen onze aandacht verdient, mensen. En ook kan dit soort dat zo'n jong kanker zijn naam, boy. Hij kon ook mijn zoon zijn, Isabi. Dus ik denk bij mezelf van, ja, nee, kijk. Hij verdient het. Dit mag niet geen ene Surinamer overkomen. En vooral wanneer een Surinamer diaspora, die als het ware gefaald is, een loser die zich uitleent voor dit soort dingen. Dat vind ik kwalijk. If he kon ja in het Westen. En ja, je kan jezelf niet handhaven. Er zijn legio mogelijkheden om je te helpen. En deze manier om je in te zetten in Suriname, tegen je eigen Surinaamse burgers, namang. Je moet diep bij jezelf gaan. Je moet goed bij jezelf gaan nadenken van, ja, waarmee je bezig bent. Want je ziet toch wat er gebeurt soms. Weet je, revoluties beginnen bij mensen die zich beseffen en bezinnen. Dat nee, kijk, dit zijn staatsburgers, zijn mijn broeders, mijn zusters. En ik mag ze geen kwaad doen. Als ik een gewapende macht ben, ben ik ingehuurd, ja, om deze mensen te beschermen. En ik ben niet ingehuurd om ze te komen ontvoeren, omdat, ja, goudconcessiestory is, ze spelen daar, mensen. Ja. Ik hoop dat Surinamers zich dat realiseren. En ik hoop echt dat die mensen van Stree dat ding zodanig aanpakken om het internationaal aan te kaarten. Weet je, want dat is, dat, ik kan je garanderen dat dat de grootste kans van slagen heeft. Het slagingspercentage is hoog, dat jij gehoor krijgt en dat, ja, er een oplossing komt ook. Want het zal wat moois worden dat zo'n boy moest gaan onderduiken en niet mee kan doen met de verkiezingen. En alles. En wat voor nonsens is dat alleen maar omdat Vera en Danielle Vera, Benschop en Boutersen en nog een paar andere trouwanten, ja, hun goudconcessies veilig willen stellen en niet willen dat deze zaak behandeld wordt in de rechtbank. Ja, mensen, dat gezegd hebbende, laat me het nog een keertje voor jou herhalen. Dat zelf een parlementariër uit tegen, dacht, ja, je schrik, hè, Isabi, dacht niet tegen zo'n Sani, weet u. We gaan luisteren, mensen, naar wat hij gaat zeggen en onthoud het goed. Ten slotte, de kwestie van veiligheid. Ik wil onverdeelde aandacht vragen voor hetgeen ik ga zeggen. U weet dat ik geen dingen hier zomaar zeg als ik hier sta, voorzitter. Voorzitter, president, voor via u, voorzitter. Er bereiken ons berichten, mij berichten. En ik ben een heel klein pion in dat geheel. En toch wil ik vragen om vandaag te luisteren naar dit klein pion. Dat vele van de berovingsgevallen, voorzitter, die wij hebben meegemaakt in de afgelopen periode, we hebben begrepen dat die dingen in scene worden gezet. Schrikt u niet. Dat, en ik zou namen hier kunnen noemen, u weet, enkele maanden terug heb ik de zaak hier besproken van de verdwijning van de cocaïne in de kluizen van A-team. En alhoewel mensen hebben gezegd dat ik onwaarheid heb gesproken, zijn de dingen die ik heb gezegd blijken waar te zijn. En ik wens degenen die bezig zijn met het onderzoek veel succes. Voorzitter, vele berovingsgevallen die wij hebben, berichten bereiken onszelf dat mensen worden losgelaten, criminelen worden losgelaten uit de gevangenis en worden betaald om dingen te doen. Ik zeg dit hier en ik vraag de regering om te onderzoeken. Ja, natuurlijk schrikken mensen, voorzitter. We vragen dat het wordt onderzocht. Omdat natuurlijk, voorzitter, hebben we altijd criminaliteit gehad in het land. Op dit moment hebben we een golf van verruwing, voorzitter. De cijfers tonen niet aan dat het gestegen is, maar het is wel verruwing, voorzitter. En we maken ons zorgen. Maar u begrijpt dat als het waar is wat ik zeg, dat zaken worden georganiseerd vanuit een bepaalde hoek, dat scenario's worden afgedraaid en ondergetekend is veel
beschuldigd van scenario's. Ik wilde een bezoek brengen als volksvertegenwoordiger in de gevangenis. En ik werd beschuldigd dat ik een scenario had om de gevangenis in rep en roer te brengen en allerlei dingen te doen. Maar er worden scenario's geschreven en uitgevoerd. En u begrijpt, voorzitter, als het waar is, dat wat voor plan u ook heeft om de criminaliteit te bestrijden, anorokko. We vragen dus, voorzitter, dat de zaak wordt onderzocht. En ik zal hiermee dan besluiten. En ik dank u wel voor uw aandacht. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.